Jak nini ba analesi. Yang darah hal rubah dari tar tinggal sebris na. Luh payang pipe pebris na. Yang luh payah kat pipe tek semua pula bahus ni. Yang pas wet lah kan bana orang ni na barakan. Baha wina seling wan tem kli na hamakan. Na hamakan na ba katot la tres makis. Mara. Kli katar tek aula. Nah wat lah makan na. Nah 2004 ro nah wat lah makan. Oke nah man ka 2015 kana kat balan tem do nah mah kai sawe kan bara. Bara kai ki bang ni tem pondo mayer nara. Kahurul pia nara nara bahawali na ni utlal pedau ki demi bak na wel si bak na temina tatuat la ma ki demi bak na si papet tem si nul na aku. He said the green, the ones that you see a little more green, is the younger ones, are the younger ones. Mi nombre es Juan Hermes Mondragón. Vengo de Muelle de los Bueyes, departamento de La Raz, ¿ya? Y aproximadamente tengo 5 o 6 años de tener conocimiento sobre el bambú. En la comunidad del Naranjal, ¿verdad? No estaban utilizando el bambú adecuadamente porque el bambú tiene un proceso. Que tiene que trabajarse, ¿verdad?, que con las fases de la luna para que él tenga mayor durabilidad y en las comunidades lo estaban cortando cualquier tiempo. Entonces eso le permitía de que los insectos lo atacaran, no tenía ninguna defensa, que actualmente sí ya se le estaba dando un taller de capacitación para que tenga usen el bambú adecuadamente y tenga mayor durabilidad y por ende de que ellos sean beneficiados directamente de esa planta maravillosa que es el bambú, ¿verdad? Se considera que es una de las plantas maravillosas, ¿verdad? Y que está considerado como el oro verde actualmente en el mundo. Mijn functie binnen het bamboeproject, dat is eigenlijk, we werken samen met een bamboe-ingenieur en die komt uit Nicaragua. En mijn functie is een beetje eigenlijk alles vastleggen, zodat zijn kennis niet verloren gaat en dat we dat volgend jaar weer in kunnen zetten voor een nieuwe bamboefabriek. Het bamboe wordt hier al wel gebruikt, maar het is allemaal onbehandeld. Het wordt meer al uit het oerwoud gehaald, uit de jungle of uit de rivier gevist. En dan gaat het maar een jaartje mee. En wij willen eigenlijk laten zien dat dat als je het behandelt, dat het dan gewoon 50 jaar meegaat. En dus dat we willen eigenlijk dat ze het weer gaan waarderen als constructiemateriaal. Want het is perfect, het groeit ontzettend snel. Het is hier ruimschoots voorhanden. Nou, ze krijgen ook nog een plantage, dus over 5 jaar kunnen ze dat gewoon groot gaan verkopen, ook hier in de regio. Dat is het eerste dorp aan de Rio Waspoek waar bamboe in deze mate bewerkt wordt, zeg maar. Dus er zullen ook hopelijk mensen vanuit andere dorpen hier komen om uiteindelijk bamboe te kopen, zodat ze dat kunnen gebruiken ook voor in hun huizen. En, het wordt wel genoemd de seed of the future, het bamboe. Ja, ik geloof daar ook wel in.